Gefeliciteerd! Dankjewel. Oké, daar gaat ie. Hoe gaat het eigenlijk met je vlindertekening? Heb je hem al bijna af? Ja. We hebben gisteren de hele avond aan gewerkt. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Wow. Is er iets wat je met de klas had willen delen? Nee. Nee, sorry. Is de sterke gevoeligheid van systemen voor verschillen in beginvoorwaarden. Bij niet-lineaire systemen met een grote gevoeligheid kan de afwijking met elke stap exponentieel toenemen. Oftewel, het vlindereffect betekent dat al jouw keuzes gevolgen hebben. Goed, ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. Vergeet niet hoofdstuk 1 tot en met 3 door te nemen. Tot morgen! Ga je naar de kantine? Hey Emmy! Hey Emmy! Hey Emmy! Dat boek dat je net liet zien, die vind ik wel interessant. Zou ik hem misschien mogen lenen? Oh, ja natuurlijk. Breng je hem morgen wel mee terug? Ja, 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 bedankt. Okay. Tot morgen. Ja hoor. Het vlindereffect betekent dat al jouw keuzes gevolgen hebben. Al mijn keuzes hebben gevolgen. Huh. Als ik andere keuzes had gemaakt, had Emmy dan nog geleefd? Hier! Hier! Kijk naar boven! Kijk naar boven! Misschien had ik Emmy moeten afbellen. Of had ik zelf naar haar toe moeten gaan. Het vlindereffect is de sterke gevoeligheid van systemen voor verschillen in beginvoorwaarden. Bij niet-lineaire systemen met een grote gevoeligheid kan de afwijking met elke stap exponentieel toenemen. Dus een minuscule verandering kan zich ontwikkelen tot een heel ander gevolg. Thank you.
Wat als die auto daar niet reed? Nee, misschien is het een kleiner detail. Wat als hij langzamer reed? Nee, als Emmy aan de andere kant van de weg liep, dan was er niks aan de hand. Waarom riep ik haar ook? Waarom moest het ook zo nodig donker zijn? Als die rotauto nou even een andere route had genomen. Hey Bo! Hey Bo! Hey Bo! Hey. Hey Bo, ik heb een verrassing voor je. Dit ga je echt fantastisch vinden. Ik ben al onderweg om het te brengen. Hey, wat leuk. Maar het is al best wel laat. Kan het niet beter morgen? Ga je me nu wegsturen? Ik ben er al bijna. Emmy? Waarom ben ik niet naar beneden gelopen? Ik had de auto kunnen stoppen. Waarom kon dit allemaal? Ik had mijn schuld. Je had die auto kunnen stoppen. Ik vind het allemaal mijn schuld. Die auto kunnen stoppen. Als ik er niet was zelf naar Emmy toe gegaan. Was dit nooit gebeurd? Als ik haar niet had gekend, had dan had ze nog een huis kunnen sturen. Ik had zelf naar Emmy toe moeten gaan. Had je haar niet beter terug naar huis kunnen sturen? Waarom heb ik haar niet terug naar huis gestuurd? Allemaal naar beneden. Ik had haar dan niet geroepen vanuit het raam. Als ik er niet was geweest, was dit nooit gebeurd. Rustig blijven, Bo. Alles is oké. Adem. Blijf rustig. Het spijt me. Emmy? Ze is weg. En ze komt niet meer terug. Hey, mag ik hier zitten? Ja hoor.